En waarom je nu, moet ik vragen? Wat ik... Waarom? En nu brandt het lampje, ja? Oh. Nou, Dirk de Lange, we zijn hier bij de Samenloop voor Hoop. Jij loopt ook mee namens het tiende van SV. Ja. Wat is jullie beweegreden? De beweegreden. Nou, dat wij ook graag het kankerfonds willen steunen, uiteraard. Dat is het hoofddoel. En Alfred heeft altijd in de tiende gevoetbald. En daarvoor andere teams. Maar zeer betrokken bij SV. Leider, trainer. Noem maar op, zaalvoetbal. En persoonlijk Alfred ken ik natuurlijk ook nog van mijn carnavalsvereniging. Dat is hij zelf prins geweest en adjudant. En ja, daarom ja, dus de hoofdzaak dat we hier zijn voor hem. Nou ja, dat is een duidelijk doel. En natuurlijk meerdere personen van ons die familieleden verloren zijn. Mijn zus onder andere. Ja, daar doe je het ook voor. Nou, dat is een nobel streven. Jullie hebben diverse acties op touw gezet. Kun je daar ook wat over vertellen? Dat klopt. We hebben van allerlei snoep en drankjes te koop. En zelfs een biertje kopen. Open. We hebben een gatenvoetbalspel. Een gatenvoetbalspelletje. En een springkussen. Dat is voor de kinderen wat te doen. Dus voor alles wat. Nou, dat is mooi. Maar en je gaat zelf ook nog lopen of beheer je de stand? Ik ga zelf ook nog lopen. Ja, uiteraard zou ik zeggen. Nou ja, dat is mooi. Maar je hebt in het voortraject hebben jullie ook diverse acties georganiseerd, zoals? Het voortraject? Ja, dan moet ik even denken. Jullie hebben een feestavond gehad, toch? Ja, inderdaad, dat klopt. Een feestavond een paar weken geleden op een vrijdagavond. Dat was ook een groot succes. Dus die inzameling, mede gedeeltelijke baropbrengst, die gaat allemaal naar het KWF. Nou, dat is een nobel streven. Ik denk dat we zo wel even genoeg weten. Hè? Ja, Gert begint alweer met de vingers te knippen, dus dan... Laten we het hier even bij. Dirk, bedankt. Graag gedaan. Als jij dan hier gaat staan, dan zag ik even kijken dat jullie net niet tussen, tegen de shirts aan staan. Ja, lukt dat nog? Ja, zeker lukt dat. Lach maar eens gaan. Ja, ik lach wel. Moet ik wel een opleiding nemen? Ik denk dat een goed idee is. Ik kan alleen zien of dat lampje nou, dat komt. Dat niks op voor nee. Nee. Maar ben je dat of niet? Wie vol? Want niemand. Ik weet niet of het er goed Dat is, het is gewoon even voor wat af jullie hier doen. Dat wil ik even graag weten, wat af jullie hier doen. Dus dat is van Sassendom TV, dat is van de carnaval. Ja. Dat wil ik even weten van, nou, wat brengt jullie zo hier? Nou, dat is een makkelijke vraag. De nagedachtenis aan onze zoon Alfred, die vorig jaar overleden is aan kanker. 23 januari 2015. En wat we daarmee meegemaakt hebben, dat word je nooit kwijt. Nee, hè? Maar ik heb begrepen dat er is iets met die shirts. Ja, je hebt maar één nummer en 17. Dat is alles. Dat is Alfredo shirt. Ja, ja. Dat is het nummer en dat blijft altijd. Dat blijft altijd. En dat voetbal ook geniet meer in bij tiende. Altijd Alfred's shirt. Nou kijk, dat is natuurlijk het mooiste, hè? Ja. En jullie dan? Ja, heel bijzonder. Ik vind het sowieso heel mooi dat die jongens het doen. Na een jaar is hij nog steeds niet vergeten. En voor Alfred is het helaas te laat. Maar het is wel mooi dat ze het doen. Ja, we hopen dat dit wat oplevert voor andere mensen die ook ziek zijn. En dat, dat er dan toch wat goeds uit voorkomt. Dat Alfred, die is er niet meer, maar die zal dit geweldig vinden. Ik denk dat hij van boven meekijkt of zo. Nou, dat weet ik wel zeker, dat hij kijkt van boven. Maar al die nummer 17's. Dat zijn allemaal ook de shirts waar Alfred in gespeeld heeft. Ja, niet in het Nederlands elftal. Dat is van de zaal en van de veldvoetbal. Maar alles was nummer 17. Ja. In het casino was alles overal, was die gok, alles was nummer 17. Maakt niks uit. Alfred in het casino. Nee, alle staatsnoten, alles was nummer 17. Altijd. Nou ja, ik ben blij dat jullie er bent. En jullie hebben het eerste rondje meegelopen. Ja. Nou, dat is natuurlijk helemaal iets unieks en iets moois. En ja, natuurlijk. Dit blijft mee in gedachten en dat, ik denk dat Filippi dat werd geen 400 keer bekeken, maar ik denk dat we een paar duizend keer bekeken wordt. We gaan het zien. Speciaal SV10 bedankt. Groot inzet. Speciaal SV10 voor de groot inzet. Geweldig. Hartstikke mooi. Nou ja, er staat hij, hè? Ja, goed, maar dat is degene met het minste deur. Niet normaal. Jullie met z'n bed in de steun en toeverlaat geweest voor de familie? Ja, ik ben de laatste maanden
ben ik vrij frequent bij hen op visite geweest. Alles met hen doorgesproken. Ja. Wat we van plan waren, wat we deden. En wat we ook nog in de toekomst gaan doen. Dus wat daar aan gaat, dan is dat wel belangrijk. En dan heb ik een goede steun naar hen toe. Nou ja, tuurlijk. Dat is hartstikke mooi. Het leerende bewijs zit hier dat de mensen het gewoon geweldig vinden. Toch? Ja. Eigenlijk ben ik nog steeds een atje van Alfred. Van Alfredo de 17e. Ja, mooi. Hè. Dat blijft gewoon. Ja. Hey, jongens, bedankt. En ik hoop dat jullie hem allemaal uitlopen. Ik neem aan dat jullie 24 uur hier blijven. Ja, kijk. Dat bent de fans, hè. Dat bent de fans. Tot 24 uur, maar dan in gedachten. Ik zal kijken naar de wind, want ik moet er nog naartoe om alles. Ja, jullie ook bedankt.